Ja, we voelt aan de ene kant raar en aan de andere kant ook wel weer, ja, niet leuk om weg te gaan, maar wel leuk voor mijn nieuwe uitdaging. Dus, ja. Wat is je nieuwe uitdaging? Ja, we gaan voor ons eigen beginnen in Berchem. Bikkeltje nemen we over. En ja, dat gaat natuurlijk anders heten. En daar gaan we iets leuks van maken. Mijn ouders, zeg maar, die zijn hier begonnen toen ik 7 was. Dus dat is heel lang geleden. En even denken. Ja, nou ja, van vroeger uit moesten wij gewoon meehelpen. En ik heb het altijd heel leuk gevonden. Ik ga geen één dag met tegenzin aan mijn werk. En ja, toen heeft ons Peter het overgenomen. En daar ben ik ook voor blijven werken. Dus tot nu toe is het goed gegaan. Dus ja. Ja, apart natuurlijk, hè, na zoveel jaren. Maar ja. Weet je wat het is? Ze was er al, denk ik, 7, 6 jaar mee bezig. Dus we waren een beetje gewend aan dat ze weg zou gaan een keer. Dus, en nu is het moment daar. Dus ja, het is wel apart natuurlijk. Na 40 jaar kan wel, hè. Ja. Hoe kijk je tegenaan dat ze nu voor zichzelf gaat beginnen? Ja, dat vind ik wel heel leuk verder. Ik vind het wel een flinke stap. Maar ja, ze kan het gewoon. Dus ze gaat er voor 100% voor. En, ja, ik denk wel dat ze daar gaat rukken door. En, in Berchem bij het bikkeltje. Het is ook een bikkel, dus ik bedoel, dat komt goed. De leukste herinnering, ja, daar zijn er natuurlijk heel veel. Hè? De dansjes die we doen, de leuke klanten ook natuurlijk. Ja, je hebt toch wel voor een binding met de mensen. Dus dat is natuurlijk ook heel leuk, ja. Peter, wat ga je het meeste missen aan hier? Aan Jacqueline ga ik missen sowieso natuurlijk de samenwerking die wij al 35 jaar samen doen, minimaal. Tevens mijn jongste zusje natuurlijk, is ook hartstikke leuk om mee te werken dan. Met ups en downs natuurlijk, hè, zoals in elk gezin, hebben wij ook ons samenwerken hier toch altijd vol kunnen houden. En als er iets is, dan kunnen we tegen elkaar makkelijk vertellen. Jacqueline is wel gedreven altijd. En ik denk ook daarom dat het een succes kan worden daar. Waar ik hier het meeste ga missen? Oei, dat is een goeie. Waar ga ik het meeste missen? Het vertrouwde misschien. Gewoon, dit voelt meer als eigen. En dat moet daar nog gewoon komen. Maar daar ben ik niet bang voor dat niet gaat gebeuren. Nee, ik heb er ook wel zin in. Dus